Veel mode en liefde en vrienden. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik mee mocht doen. Heb je hem zelf ook ontworpen toevallig? Hey guys, ik ben hier in de bioscoop in Utrecht bij de première van de film 100% Coco, New York. En ik sta hier vandaag bij de roze loper om de gasten, maar natuurlijk ook de cast, wat vragen te stellen. Kom je mee? We moeten eens even kijken hoeveel mensen hier zijn. Er zijn echt superveel mensen. De première is echt in volle gang. Dus ik heb zo'n gevoel dat dit een film is die je zeker moet gaan checken. 100% Coco New York. Hoe vet is dit? Ja, heel vet. Ja, echt. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik mee mocht doen. Dit is geniaal. Dit is super vet. Ik ben bij bijna alle opnames geweest. Ik mocht de backstage beelden maken daar. Dus ja, ik heb gewoon heel veel van de opnames gezien en hoe ze werkten. En het was zo vet. En ik ben heel erg benieuwd hoe het is geworden, want ik heb echt nog nauwelijks iets gezien. Jij speelt natuurlijk Coco. Hoe vind je het? Hoe is Coco veranderd in opzicht van een andere film? Ze is zelfverzekerder geworden. Ze is nog steeds bezig met zichzelf te ontdekken, maar het gaat er nu iets beter dan de eerste film, want ze is lekkerder in de vel, ze is weer uitgekomen dat ze de Style Tiger is en het gaat over het algemeen allemaal iets beter. En gefilmd in New York, hoe vet was dat? Ja, te gek, geen andere woorden voor. Ontzettend vet, ja. Echt heel gaaf. Wat vond je nou het leukste in New York? Nou ja, het is zo groot en je kijkt natuurlijk zo vaak naar films dat je New York ziet en dan versta je er op een gegeven moment zelf. En dat vond ik wel het gaafste om gewoon mee te mogen maken dat je er zelf staat. Echt heel raar. Je staat daar en denk echt zo van, oké, hoe dan? Hoe kan ik hier zijn? Want je bent echt van binnen 2 seconden, het lijkt echt 2 seconden, ben je van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Het is echt... Ja, echt een coole ervaring. En niet alleen dat je er staat, maar dat je er ook nog een film aan het opnemen bent. Ja, zeker. Dat is toch een droom die uitkomt. Ben je er klaar voor? 1, 2, 3. Surprise! Je bent geselecteerd voor de Runway Summer Academy in New York. Iedereen hier is zo gaaf gekleed. New York is echt next level. En alle drie een super goede outfit. En laat ze even zien, want het is echt super tof. Ja, Coco. Hebben jullie ook allemaal zelf ontworpen? We kunnen ja zeggen. Ja. Nee, jammer genoeg niet. Het is echt super dope. Heb je hem zelf ook ontworpen toevallig? Nee, dat niet. Daar heb ik jammer genoeg geen talent voor. Maar hij komt uit Londen. En het gaat natuurlijk over styling. En als jullie nou jullie eigen kledingmerk hadden, hoe zou het dan heten? Ik denk gewoon AV, gewoon mijn achternaam. Dat zou ik wel vet vinden. Gewoon Nola of zo. Ja. Nola, kan wel. Nola. Hoe het zou heten? Wow, oh jeetje. Nou, misschien wel wow. Dat is zo. 100% wow, ja. Coco is natuurlijk echt de stijl tiger. Ja. Maar wat voor dier zou jij zijn? Wat is je spirit animal? Mijn spirit animal. Een aap. Ja, ja. Een spirit monkey. Waarom? Omdat mijn vrienden me altijd aap noemen. Ja, lang verhaal. Wat voor dier ik zou zijn? Oh, daar vraag je me wat hoor, daar vraag je me wat. Ik denk dat ik een papegaai zou zijn. Ik denk dat ik wel een aap ben. Een beetje gewoon wel lollig persoontje en druk en altijd energie en dat soort dingen. Dus ja, ik denk wel een aap. Ik denk dat ik een luiaard ben. Ja. Dan ben je een beetje chill en langzaam, gewoon slapen en zo. Dat lijkt me wel mooi. Waarom zouden wij deze film moeten gaan kijken? Het is echt de perfecte feel-good movie. Er zit spanning in, er zit liefde in. Het is in New York, wat wil je nog meer? Het wordt echt superleuk. Ja, je ziet echt hoe vriendschap kan ontstaan in één keer. Ik denk dat die voor heel veel mensen toch wel herkenbaar is. Waar Coco doorheen gaat, is erg herkenbaar. En het is tegelijkertijd ook een hartstikke leuke familiefilm met veel mode en liefde en vrienden. En ik denk dat iedereen er zichzelf wel in kan herkennen. En tegelijkertijd ook een les in zit. Als je van romantiek houdt en van knappe jongens, ja dan serieus, dit is de plek. Ah, lekker. De première is in volle gang en daar horen natuurlijk optredens bij.
Koken New York gaat nu dus beginnen. Ik ga snel mijn plekje zoeken in de zaal, want dat is iedereen namelijk aan het doen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Vergeet natuurlijk niet deze video te liken en te abonneren op het kanaal. Doei doeg! New York! Ik ben in New York! Ik weet bijna niet waar ik moet kijken. Er is zoveel te zien. Cool. Thanks. Don't be so shy and modest. Take some risks. Ik wil jou. You know what they say? You can make it here. You can make it anywhere. Is het nu eindelijk tijd om te koken?